Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video! Yeah! Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik met Brian Doty! Yo! Ik dacht, hoe ga ik mezelf introduceren en klik ik niet als een Mongool, dus... Maar waarschijnlijk kom ik nog steeds over als een Mongool. Dus ja, kom op, ik ga wel weer naar huis. Maar mensen, vandaag spelen we Eggwars en we gaan het hebben over het leukste onderwerp en dat is school. Ja, wat is het leuk, hè? Ik ga overpowered items doen. Ga je het halen? We gaan... Wat? Ga je school halen? Je zegt, ik heb het over, je gaat het over school hebben en ik zeg, ga je het halen? Waar gaan we het over? Ja, kerel. Hey, maar school... Ik zei niet ander woord. Nee, dat doen we niet, hè? Dat doen we niet. Oh, ja, ik heb iron. Nee, fuck you. Kijk aan hoeveel levens we hebben. Kijk, ik heb dat aangezet. En we hebben ook overpowerde items. Dus je kan zieke items. Volgens mij heb ik het hele spel verneukt. Ja, je hebt... Drie. Ik denk al van... Wat kan je nu anders dan? Oh, je hebt nu met protection 5 en shit. Holy shit. Ja, ik heb tieten. Zie je dat? Ik ben een kip met tieten. Ik ben een plus van Miley Cyrus. Kijk, ook zwarte armen, zeg maar. Ik zie het. Oh, dude. Ja? Dude. Oh, ik kan deze upgraden. Let's go. Maar jongens, kijk hè. Weet je wat er is, gast? Oh. Ik heb dus ook school, weet je wel. Dat heeft iedereen, dat is logisch. Ja. What the fuck? Maar, hè? Mijn blokje is weg, even serieus, gast. Blokje? What the fuck? Ah, je hebt echt het hele spel verneukt. Ja, ik heb het hele spel van. Maar ik heb dus bij mijn school, hè. Bij mij heb je zeg maar een periode. Ja, dat is logisch. Iedereen heeft een periode op school. Als je op de middelbare zit dan. Ja, voor mensen die niet op de middelbare zitten. Nog veel plezier met je leven. Want het wordt echt kut. Nou, dat is toch zo? Ja. Hey, mijn blokje is terug. Mijn blokje is terug. Oh, wacht, er zijn meer generators. Oh, dat had ik helemaal niet gezien. Oh, maar... Er is over een fossiel schijf in de midden. Oh, dat is een ruimteschip. Oh, mooi man. Hey, maar kijk hè, weet je wat het dus is hè? Bij mij heb je zeg maar, als je... kijk, normale scholen hebben zeg maar huiswerk, toch? Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld voor de volgende dag en dan gaan ze dat misschien controleren en misschien ook niet. Toch? Ik bedoel, nee, ja, bij ons is het zo van, ja, als je die maakt jouw probleem. Jouw leven, jij weet niks. En dan ja, praten ze zeg maar zo depressief dat je het toch wel op enigszins aan het maken. Ja, nee, dat is gewoon zo. Als je zegt, ja, maar ja, dan kun je straks niet normaal Nederlands praten, hè. Dan zeg je, heet het hun in plaats van zij. Ja, dat is wel waar. En dat soort dingen. Ugh. Maar kijk, hè. Bij mij heb je dus zo'n periode. En het was dus zo, als je werk dus maakt, dus bijvoorbeeld een hoofdstuk van wiskunde, dan moet je dat laten zien aan de docent. En daarvoor krijg je dan punten, snap je? Punten? Ja, gewoon bijvoorbeeld 5 punten. En voor elk vak kan je dan in één periode, bijvoorbeeld bij het eerste periode, kan je bijvoorbeeld 20 punten voor zo'n vak halen. En dan krijg je bijvoorbeeld voor hoofdstuk 1 krijg je 10 punten, voor hoofdstuk 2 krijg je 5 punten, voor de toets krijg je 3 punten, snap je? Oh, dus je hebt ook nog toetsen. Dus, en dat wordt wel allemaal door elkaar gedeeld of zo, en dan heb je 1 uiteindelijk cijfer. Nee, kijk. Oh. Niet zo punten. Ik bedoel punten van gewoon echt een punt. Gewoon een puntje. Gewoon een cijfer. Je kan trouwens naar het midden, dus als je dat... Oké, nice. Maar kijk, hè. Je hebt dus je hebt normale punten. Dus gewoon voor als je iets aftekent, zo noem je dat. Dus als je een hoofdstuk wiskunde bijvoorbeeld aan je docent laat zien. Ja. En dan heb je ook nog gewoon een normaal cijfer. Maar dan, bij mij is dat in letters. Dus ik krijg bijvoorbeeld O, een V, een Z, een G. Oh, een voldoende een of een ruim voldoende of goed of zo. Ja, of... zulke dingen. Nou, dat is dus wel kut soms. Maar ik ben nu zo hard genaaid, hè. Want bij mij, als het slecht gaat, dan krijg je een C-brief. Dat klinkt... Een C-brief? Ja, een C-brief. Dat is dus dat je wordt gewaarschuwd dat je beter je best moet gaan doen. Ja. Nou, ze zeiden dus, de docent en zo, die zeiden dat ik, want je hebt natuurlijk, als je al die punten bij elkaar optelt, krijg je een uiteindelijk procentenaantal. Ja. En dat moet ongeveer boven de 92 per periode zijn. Maar, ik had dus 89. 89, ja. Ja, dus dat is niet echt goed. Maar, toen, ik wist dat dat niet klopte, dus ik ging helemaal research doen en zo. En, toen uiteindelijk zei ik van, ik heb 94%, dat was wel weer goed. Ja. En
Toen ging ik dus naar mijn mentor toe en toen zei ik van... ja, maar het klopt niet en zo. En toen zei hij van... Ja, maar die C-brief kan alsnog niet worden ingetrokken. En het ging vooral om je cijfers, niet per se om je... Om je percentages. Ja. What the fuck, man? Maar toen zei ik dus van... ja, maar mijn cijfers kloppen de helft ook niet van. Dat is raar, hè? Dat je cijfers niet kunnen kloppen. Ja, dat is dus gebeurd. En toen wist hij niks meer te zeggen. Ik heb recht. En ik was toen echt... Ik vind dat zo jammer, jongen. Dat je, want ik ben best gemotiveerd voor school de laatste tijd. Maar dan is dit toch weer zo'n inkakmomentje, weet je wel. Ja, ik ken het. Ik heb trouwens de Diamond Generator heb ik nu geüpdate naar level 2. Dus je kan niet met die trap... Zeg maar, dit is helemaal verschuld, hè, die Diamond Generator. Dat je dat even weet. Ja, oké. Okay. Maar jij hebt dus al die coole shit gemaakt. Maar bij ons op de school is het gewoon, zeg maar, je krijgt gewoon een cijfer. Je krijgt niet voor hoe je gedraagt. Nee, dan neem je ze gewoon mee naar een hokje. Dan als je het echt heel slecht doet of zo. Maar verder, nou, bij ons is het gewoon cijfers. Je moet gewoon toetsen maken. Je krijgt gewoon 3 of 4 toetsen per week. En ja, zo werkt het een beetje. maar dan heb je, zeg maar, je hebt SO's, die tellen dus 1 keer. En dan heb je nog repetities. De repetities heb je bijvoorbeeld alleen bij wiskunde. Bij Nederlands heb je bijvoorbeeld alleen SO'tjes. En repetities tellen 2 keer, SO's tellen 1 keer. En dan heb je ook nog soms een toetsweek. En dan telt elk cijfer 3 keer. Okay. En dan heb je 3 van die toetsweken in het jaar. En dat wordt allemaal bij elkaar berekend. En dat is dan de helft van je examen. En dat andere helft van je examen, dat is dan nog het schriftelijke. Dus wat je dan in mei maakt, zeg maar. Oké. Okay. Dat is ook gelijk echt een beetje de uitleg voor de mensen die MAVO doen. Of TL, of VMBO, of GL. Ja, dat zijn allemaal dezelfde beschrijvingen. Maar ja. Beetje, het is een beetje een kutleven, maar... Jij doet HAVO, toch? Ja, ik doe HAVO VWO. En waarschijnlijk ga ik volgend jaar HAVO doen. En dan als ik klaar ben met HAVO wil ik ook graag nog... hoe heet het gaan doen? VWO. Oké. Okay. Hey, kerel, ga eens even stilstaan. Ga eens even stilstaan. Dit wapen is voor jou. Kijk maar naar de charmes. 5, 2! Hoe duur was die? 12 diamonds. Helemaal gespaard. Weet je hoe slow het nu gaat, hè? Ik heb ook nog 4 diamonds, dus laten we anders even sparen voor die upgrade. Ja, maar ik heb nu alweer 9. Ja, maar als ik mijn... Oh, daar is het trap. Ja, wat? ik geef mijn 4 diamonds en dan moet jij even hem upgraden zometeen, ja? Vlees! Ik wil vlees. Ik heb al vlees, gast. Ik heb al 64 vlees. Oké. Eet. Oké, wacht. Ik heb nu... Ja. Oh, elke 2,5 seconden komt er een nieuwe. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer, weet je wel. Voor de volgende keer. Als ik het niet meer snap. Ja, maar ik ken deze map bijna niet, man. Ik ook niet. Ik vind het ook een beetje een hele rare, lelijke map, als ik eerlijk ben. Ik zie allemaal herpes in de lucht vliegen. Dan zie ik een snoelsteen in het midden. Ja. Ja, het is wel zo. Weet je... Oh! Wow, mijn microfoon viel. Microfoon gaat weg. Oké, sorry. Ik mag het zelf niet, ik mag er geen grapjes over maken. Kijken. Ja, geüpdate. Oh! Get wrecked, bitches! Elke seconde, of nee, huh? Oh, damn! Damn, son! Gaat hij nu snel, gast? Weet je wat we gaan maken? We gaan iron armor maken. Ja, maar we moeten... Oh, je kan ook diamond armor bij deze, omdat het overpowered is. Maar die is heel duur. Er komen mensen, volgens mij. Zag ik dat verkeerd? Nee. Oh, je liet me schrikken, man. Ik ga even naar het midden. Nee! Rennen! Oh, we worden gekilled, man. Ik kill hem. Hey, ik zit helemaal op dat burgertje. Ja, hoor, ik kill hem echt heel erg hard. Ja, leef je nog? Oh, je hebt een sharpness nog wat, hè? Ja, maar je moet elke keer moet je zo wachten tot die delay is. Kill it before it lands! Nee! Wat een flikker! Wat een flikkertje! Help me, Brian, help me! Oké, ik kom eraan! Ik ben Patty Bart! Oh. Wacht, ik pak ook een sharpness zwaard. Wacht even. Hoe vaak zeg ik wacht even? Oh nee, hij rent weg! Nee! Wat een faggot! Kom, we gaan erachteraan. Kom, we gaan het killen. Ja, ik ben al bezig. Oké, okay, snel wat taart eten, dan gaan we. Nee, ik krijg uit als hij je killt, dan ben je dood voor altijd. Ja, doe het gewoon, just do it. Nee! Nou mensen, ik check jullie zo meteen weer als ik even in een fight zit, want ik ga gewoon YOLO. Ik wacht even tot wat diamonds zijn. Dan ga ik gewoon mijn leven neuken. Want ja, het is zonder Brian toch niet zo leuk, Brian. Zonder jou een beetje zijn. Ik ga je supporten vanaf de zijlijn. Mooi. Ik ga je kip sturen. Oké, zie je mijn nieuwe gear? Je moet wel naar rechts gaan, hè? Je moet rechts. Look at my gear.
Look at ik my zie gear. Het, ik zie het. Okay. Damn. Je gaat de andere verkeerde kant op. Okay. rechts. Doorlopen. Oké, okay, wacht. Daar staat een mes van paas. Oké, okay, die komt op je af. Kijk uit. Je moet in je... Oh my god. Okay. Oh, waar is dat ei? Nee, dat leeft niet meer. Echt wel. Ja! Ja! Fuck jullie allemaal! Nee, één klap. Ja, goed zo. Gewoon rustig door met vermoord die hap. Ja. Ja, nog een klap. Ja, rustig. Ja, nice. Oh, wat zou ik doen? Ja, ik moet wegrennen, dude. Anders ga ik verliezen, denk okay, ik. Oké, bouw omhoog. Met sandstone. Heb je sandstone? Bouw omhoog. Ja! Oké, wacht, ze komen achter je aan. Bouw gewoon omhoog. Oh, die eentje die gaat weg. Ja, eentje bouwt achter je aan. Dat is die noob. Ja, kan je niet bouwen. Oh, nee. Ik ben aan het winnen. Nee! Oh nee, mijn sandstone is op. Ja, gewoon rustig staan. Je kan hem wel. Ja, you got him. Oh nee, ik ben gevallen. Rennen. Ja, die andere... Hey, hak de weg kapot. Ah, pijn op je rug. Nee. Ja. Daar gaan we. Oh, nice. Ik heb het gered, man. Ik heb ook gewoon een ei. Yes. Maar weet je wat chill is? Romy, dat is een meisje. En die zit bij ons in het team. Ik neem aan dat het meisje is. En die heeft mij allemaal goede spullen gegeven. Een schild en... Nog meer. En heel veel diamonds. Oh, in Egg Wars. Ja. Oh, ik zat even na te denken in het echte leven. Ik denk, een schild? Een schild? Wie geeft er nou een schild? Ja, weet ik veel. Zal ik een power... Denken, oh man, ik zit te twijfelen. Voor punch 1 of power 5? Punch 1. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Ja, er zijn allemaal mensen van paas daar die nu fucking goed worden. Ja, dus? Ja, ik zou ze zijn van plan om iets te vermoorden. Wee, look at my dab. Dab, bitch, dab. Zijn dat zwart gewoon één zo'n grote kubus van 3x300 heeft gemaakt met opzicht op één? Sowieso. You for fucking real? Wat? Een zandblok om dat ei. Oké, let's go, ik weet wat ik ga doen. Hey, als je zwart wil killen, is heel makkelijk. Ik ben vergeten blokjes mee te nemen. Echt? Oh, dan ga je weer terug of niet? Nee. Oh, ik denk wel. Haakbal. Ik hoor je dat ik mezelf op mijn kop sloeg? Ja. Nee, ik haal het! Brian, ik ben... Als je er nu afkukkelt, dan heb je vierkant uitgewacht, Brian, shit. Ze zijn veel te sterk voor mij. Ze hebben het niet door. Gat in de weg! Nee, Ze hebben het niet door. Oké, ga via links om. En niet achter het ei, want daar zit obsidian. De voorkant niet, hoor. Look at my TNT, bitch! Ha! Bobby, gooi je... Ja, hak dat ei! Ja! Ja, wacht! Ik gooi even wat TNT hier! Hij is weg! Oké, ga verstop je. Pak die stand... Oké, ja, ik kan ook gewoon initiatief nemen en me gewoon negeren. Kill it! Ja, look at my dab! Goos, hoeveel TNT heb jij wel niet, man? Ik had er 10. Ik heb mijn God Apple genomen! Let's do this! Ja, rechts, hij heeft diamond. Verder, ja, kill it. Geef, oh, hij heeft een axe, die is beter. Nee, ik ben veel beter. Je moet rondjes draaien, dat is moeilijk voor hem. Ja, rondjes draaien, draai eromheen. Kijk, dan heb je de hele tijd de minder kans om weer te raken. Altijd rondjes draaien als je PvP. What the fuck, nee, hij, jullie staan allebei stil. Ja, ik zet mijn schild in, zodat hij me niet kan hitten. Slaten vaak achter elkaar. Ja, ik ben heel goed. Ja! Oh, ik heb zijn helm kapot! Wat is er aan de hand met dit spel? Ja, kill it! Ik zeg het toch, rondjes draaien kan hij niet bijhouden. Oh, ik ga hem echt zo hard pakken nu! Neem hem! Oké, neem dat niet verkeerd op, mensen. Kill it! Oké, wacht, kijk uit dat ik jou niet achter van de map wil sleuren. Kill hem, alsjeblieft. Ga eraf, nu! Ja! Look at my dab! Nu krijg je sowieso comment. Oh, die Brian is echt zo arrogant. Of als je dan één keer op straat bent en je reageert één keer niet op iemand die heel uit Brian Dietz schreeuwt midden in het winkelcentrum. En jij denkt van, je had ook gewoon naar me toe kunnen lopen. En je reageert... Ja, maar kijk, weet je wat ik heel moeilijk vind? Soms er zijn ook van die haters, weet je wel, bij mij op straat. Dat hoort er gewoon bij, weet je wel. Vind ik ook niet erg. Maar soms kan ik niet inschatten of het nou echt is bedoeld of niet. Ja, precies. En dan heel vaak neem ik mensen niet eens meer serieus.
Sommige mensen die schreeuwen gewoon, I don't! Of weet je wel? En dan denk ik, ja, dat doet hij gewoon mongolisch om mij of zo te laten schamen voor iets wat ik doe. Of het kan ook gewoon vriendelijk zijn, weet je wel? Ja, maar dat weet ik dan niet. Ja, klopt, maar als het zeg maar gewoon een heel jong persoon is, dan doe ik het wel altijd. Ja, precies, dan reageer je er wel op, maar als het een tiener is of zo, dan weet je niet echt als je het serieus moet gaan nemen. En ik neem hem al helemaal niet serieus als hij met vrienden is. Ja, klopt. Kijk, dat is niet onaardig bedoeld voor sommige mensen, maar soms, ik kan het echt niet inschatten. Dat is echt het lastigste, hè? Inschatten, inderdaad. Ja. Flikker in als een bomber, we moeten vlammen, we moeten vlammen. Ja. 2 jaar oud of zo, 3 jaar. Ja, weet ik, maar ja. Het is wel mooi nu. Ja, dat is leuk. Heb je clip eens gezien? Die clip? Nee. Echt raar. Echt heel raar? Ja, maar allemaal borsten. Allemaal vrouwen met borsten. Allemaal geblurred voor YouTube. Echt? Ja, ook een lul. Oh, gewoon naakt! Ja. Oh, ik dacht gewoon in geile pakjes of zo, weet je wel. Gewoon zo naakt. Er is ook zo'n rap in het Nederlands. Er zit gewoon zo'n man die zit. Ik zou het netjes houden. Die is dan aan het vrijen met een mevrouw. Heel heftig in de auto. Dat is al geblurred, hè? Echt? Ja, dan zie je van open. Die wordt dan nogal getypt. Aha! Gewoon in die clip, hè? What the fuck? Smerig, man. Dan ben je een muziekclip aan het opnemen. En dan is hij aan het rappen. Dan zit hij dus kreef te eten. En dan heeft hij ondertussen ook nog seks op een auto. What the fuck is. Hoe kom je hierin? Ah, wat doet hij nou skeer? Gaat hij naar binnen? Mensen. Kill it. Ja, ik neem een golden apple. We gaan ervoor. Ja, fuck jullie allemaal! Bam, 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 bam. Kunnen ga je wel zo doen, maar ik ga je killen hoor! Kunnen ga je wel zo doen? Rustig slaan, je slaat als een tieter traverige vlieg in een dron. Ik noem je vanaf nu de tieters slager. Tieters, raak hem! Oké, ik zal niet praten. Daar gaan we, let's go! Kom maar op! Bam, mensen, bam, bam, bam. Ik weet sowieso, doe een duimpje omhoog voor Quinn's uitstekende tong die nu op dit moment... Ja. Hoe weet je dat? Je kan me niet eens zien. Omdat ik af en toe als je gamevideo's kijk en ik weet altijd dat jij heel competitief in dat soort dingen bent. Ja, haak hem naar de midden, Quinn! Ja, haak ze weg! Schiet ze, ga gewoon boos spammen. Roep diamonds! In your ass, motherfucker. Surprise, motherfucker. Tien heel meer. Oké, raak hem in je ass! Schiet die vent weg. Ja, nu even die andere weer koelen. Oh, die vent die molt je met je ex, jongen. Kluiven die cup. Nee joh, hij bakte niks. Gast, we gaan niet eens hardjes af bij mij. Amper. Ja, je amper. Hebt ook 3 van die dingen, man. Dan komt er nog een nosjebel overheen met een halve. 3,5 hardjes. Ik hit ze amper, omdat zij ook allemaal rondjes spelen. Je lijkt naar een kat, ja, ik heb 25 levens. Precies dat. Nu kun je het wat nadoen in Minecraft. Ja, gast, ik ga gewoon even looten, man. Oh. Hun denken echt, oh, we gaan die kerel killen. Ja, maar zij denken dat ze stoer zijn, hè? Ja, maar ze rennen, ze zitten ook heet te slaan, hè? Ja, raak die ander van de... Nee, waarom kan ik nou weer niet schieten? Waarom ben ik nou weer zo slecht dat ik niet kan schieten? Kijk, hè, nu ga ik daarheen rennen. Ik ga ze leiden. Ja, kijk uit dat jij er niet straks afgeleid wordt door jezelf. Ja, schiet hem nu nog af! Oh, er komt er nog iemand bij! Oh mijn god, je wordt genaaid. Er zijn nu 3 mensen, je bent dood. De kaaslul. Ren weg. Ja, waarheen dan, man? Ja, bouw hem naar boven, heel snel. Weet... Ik kan je niet bijhouden. Nee! Ik kan niet bouwen omdat ik skeer ben. Echt? Nee. Fuck your life. Ik eet gewoon even een mooi appeltje. Waar mag ik bouwen, überhaupt? Niet voor generators. Nee, ga ze me bogen. Wat een flikkers. Hij zei het bouwen als een motherfucker. Nee! Nee! Ah, gozer. Hey, bouw jezelf dicht! Fuck die mensen! Oh, ik sta eraf! Ga naast je! Naast je! Nee! Rennen! We moeten vlammen! Okay, als je de eer aan jezelf houdt, spring nu van de map al. Fuck you. Ik ga ook gewoon winnen ook, jongens. Ik ga gewoon winnen. Het is gewoon zo. Oh, er komen nog meer. Oh, de mensen van Paas komen erbij. Ja, oh! Oh, ja! Die diamond dude is gewoon dood! Ja. Holy shit, die werd er gewoon afgehit! Ja, maar die gozer wou jou helpen. Ja, weet ik, maar... Ik heb ook nog de verkeerde. En ga naar de mensen links van je, daar is ook een heel groepje. Dan ga je in één grote massive soy maken. Oh, je kwam echt niet aan mijn woorden.
Oh, paars jongen, ik ga je helpen als een bitch. Ja, kill it before it reacts. Nee, niet mij killen paars, flikker. Is mijn team eigenlijk nog wel levend? Nee, ze is dood. Jij is dood. Waarom is ze dood, jongen? Romy is in. Romy, hoe is het nou? Oh, jij hebt net een tyfus. Ja, ik moet hier nu echt weg, want ik ga echt dood, gast. Ja, mooi. Hoe lang zit je al te slaan, man? Ja, echt lang. Oh, verdorie, jongen. Oh, kut. Je kan niet bijhouden. Nee! Nee, 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 niet meer hitten, man. Nee! Ik was op dat glas. Als ik daarop ben, dan gaat het goed. Spring van de map op. Weet je wat je allemaal doet? Blaasjes. Gast, 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 gast. Ik ben aan het winnen. Goodbye, my lover. Je kunt dit, UWQ Games. Je kunt dit, UWQ Games. Oké, bouw een blokje naast je. Nee! Luister naar potverdomme naar mijn tips. Ik zeg, bouw een blokje naast je. Nee, als jij nou... Niet, man. Als jij nou even je mond houdt. Oké, wacht, ik ga je aanmoedigen. Ik ga je niet demotiveren. Kun? Ik kan het. Gast, ik ben omhoog aan het bouwen als een bitch. Oké, als jij dit wint, hè. Wacht. Ga jij een beetje bedenken. Als jij dit wint, dan krijg jij, of dan mag jij... Vertel. Een taart. Dan mag ik een taart. Ja, mag een taart. Oké, dat is goed. Mag ik daar? Oh, daar gaan we! Als ik bij dat eiland ben, dan koop ik de nieuwste keer. Als jij dit wint, krijg je een taart van mij, ja? Ja. Oké. Hij is nu ingezet. Kijk, ik heb al een taart. Lekker. Nee, echt real, hè? Komen ze achter me aan? Nee. Hij heeft jou niet door, maar laat hem jou... Waar zit hij dan? Gewoon doorlopen en dan nu... Nee, ga naar beneden. Ietsjes terug en dan nu naar voren en dan links eromheen. Nee, rechts! Rechts! Hier zo. Ja, en dan hier zo. En dan hier zo naast gelijk. Hiernaast, hier zit hij in. Hier zo, hier. Kijk uit dat je niet af... Nice! Ja, nice! Heb ik hem? Ja, nee, hij leeft nog. Hij denkt van, what the fuck? Hij is weg. Zie, hij is de kat aan het uitlaten. Hij zit de hele tijd ook geshift. Hoe kan dat? Hij heeft gewoon een mobiel op het toetsenbord gelegd. Anders wordt hij... Hey, hij is niet meer geshift. Volgens mij is hij wel heks, man. Want hij gaat niet... Oh ja, wel allemaal. Hoe kan hij nog leven, man? Jeetje. Doe. Ja, je brood vermoord. Oh, jee. Wie nog meer? Huh? Huh? Die vent is niet dood. Nee, het duurt altijd heel lang. Oh, denk dan, man. Die andere... Die zit gewoon de hele tijd diamonds te farmen. Bij hun eigen kamp. Maar wat willen ze aan hun verbeteren dan? Ze zijn er bij paars. Ja, ze zijn gewoon allemaal... Ah, ze zijn allemaal drie full diamonds. Met allemaal... Wat je nou dan hebt, man. Ja, ik bouw deze brug gewoon heel breed. Zodat ik gewoon die dikke defense heb. Ja. Oké, wacht. Oh. Ja, die is afgevallen! Hoe dan? Wat is hij voor sukkel? Oké, nog één. Ja, die andere, schud hem eraf. Oké. Hij heeft een enchant boog. Kijk uit. Ja, ik heb ook een enchant. Oké, nou, raak. Oh, hij was er ook bijna af. Oh mijn god. Nee, wat is er? Oh, ik heb een achievement, get it. Ik dacht al, is het afgelopen of zo? Oh, ik zoek me dood, man. Oh. Ja, oké, de twee... Ah, ja. Ah, Wat zijn zij noobs? Nu is het gewoon TNT daar vlakbij plaatsen. Ik ga in die taart een coach team zetten. Oké, verneuk het niet. Houd het schild voor. Houd het schild nu voor. Ik zeg maar niet het schild nu voor, hou. Ja, ik hou het gewoon altijd voor. Oh, echt? Oh. Oké, kijk uit, man. Hij gaat je nakken, G. Kijk, ja, ga eraf. Ja, nee. Rennen! Ja, dat... Ja, maar kijk, weet je. Fuck, we moeten nog alleen doen. Dus traag vliegen. Wacht, ik hou je in de smiezen. Oh, in de smiezen. Kijk nou, er zitten ook maar gaten in die kutweg, hè. Moet je weer. Maar volgens mij zitten er nog een kaart. Nee! 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 Ik ga notchapple eten, notchapple. Ja, je zweeft nog in de lucht, en dat had ik al. Notchapple, die notchapple houdt me niet stand. Nee, hij houdt me niet stand. Ja, in één keer van, wanneer eindigt dit potje nou? Ah. Ja, je hebt het wel lekker gedaan, man. Ah, 50 minuten heb ik erover gedaan. Mensen, hopelijk vonden jullie deze video tof. Brian, bedankt voor al je zuur, man. Respect dat je bent gebleven. Ja, maar ja, sorry dat ik, ja. Ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Doe zeker het blauwe duimpje even omhoog. Brian, wil jij nog wat zeggen? Abonneer je beneden. En laat jouw verhalen, laat jouw minigames achter. Laat gewoon leuke dingen achter in de comments.
Wij vinden het altijd leuk om te lezen. Oké, check Bruins kanaal in de beschrijving. Zie jullie volgende keer weer.